naar de de Flying Tiger geweest. En ik ga zo ook nog naar de Xenos. En ik heb wat leuke dingen die ik ga laten zien. En ik ga zaterdag ook naar een kringloop. Dus ik dacht ik maak er een leuke video van. Want het zijn weer allemaal interieur dingen. Dus geef alvast een duimpje omhoog en abonneer je. En dan gaan we gewoon door met deze video. Allereerst heb ik een klok gevonden. Dat was eigenlijk de main reason waarom ik naar Flying Tiger ging. Want ik zag deze klok en ik dacht, hey, she pretty. Ik heb al heel lang gezocht naar klokken. En daardoor heb ik ontdekt dat niet heel veel winkels leuke klokken hebben. En met een goede prijs. Want sommige klokken zijn echt duur. Dat je denkt, het is maar een klok, kom op. Nu ik dit woord heel vaak zeg, is klok ineens heel raar. Oké. Maar hier ben ik heel blij mee, want naar zoiets zocht ik. Gewoon iets met wit, maar ook hout. Dus ja, heel blij mee. En dan hadden ze ook nog deze cactusjes. En omdat planten het niet zo goed doen, doordat ik wat minder licht heb, dacht ik, dit is ideaal. En ik zag ze staan en ik dacht gelijk, die kan ik toch niet laten staan. En deze waren trouwens 3 euro voor 3. Dus op zich 1 euro per cactusje. Ik vond dat toch wel een goede prijs. En de klok was 8 euro. En dan had ik nog 2 kaarsjes gekocht. En die waren maar 50 cent per stuk. Wat echt wel een goede prijs is. En de achterkant ziet er zo uit. En je hoeft maar 1 AA batterij in te doen. Dus dat is wel een goede tip. Ze hadden ook een wat kleiner klokje voor 5 euro met zwarte getallen. Maar dan vond ik de witte getallen toch leuker. En ik wilde een iets grotere klok. Dus als je nog op zoek bent naar een klok, is dit wel een goede tip. Oké, hij hangt. Ik ben echt heel blij. Moet je eens kijken, dat staat toch leuk? Ja, helemaal leuk. Niks gekocht bij de Xenos. En ze hadden dus wel heel veel leuke rotan spiegels. Ik ga namelijk deze spiegel verkopen, want ik heb gewoon heel weinig zwart in mijn kamer en ik vind een spiegel wel leuk, maar als hij dan een zwarte lijst heeft, is het een beetje jammer. Maar bij de Flying Tiger was dus een rotan spiegel voor 5 euro, maar ik twijfelde de hele tijd. En toen was ik in de Xenos en toen waren er precies diezelfde spiegels, maar dan echt 3 keer duurder. Dus toen dacht ik, oh, had ik het maar wel gedaan. Ik ben gisteren naar de Intratuin geweest en daar heb ik deze leuke plant gekocht. Toen ik hem zag, dacht ik echt, ja, jij gaat mee. Dit is een aspargusplant. En ik heb deze alles vaker gezien. En toen dacht ik ook altijd, oh, dat vind ik zo leuk. En ik dacht toen ik deze kocht bij Lidl een keertje dat dit dat idee was. En dat er dus nog van die kleine fijne stukjes uit zouden groeien. Maar dat is nooit gebeurd. Het is wel eenzelfde soort plant. En die hebben altijd heel veel vocht nodig en weinig licht. Dus dat vind ik zelf wel erg fijn. Want dan kan je ze gewoon lekker, hè, lekker water geven. En hier heb ik dan nog een leuke graslelie. Ik heb wel vaker graslelies geprobeerd op te voeden, maar het is me nog niet gelukt. Dus ik dacht, we gaan de uitdaging weer aan. Want dat had ik eerst ook altijd met de pannenkoekenplant. Dat ik altijd minis kocht en dan lukte het me nooit. En dit zijn dan weer de cactusjes van de Flying Tiger. En ik heb eentje weggegeven, want auw, waarom doe ik dat? Hallo, ik ga zo meteen naar de kringloop. Ik ga naar Rattenplan in Haarlem. En je hebt er 2 in Haarlem. En ik ga naar die in de Zeilweg. Of op de Zeilweg. En ik ben heel erg benieuwd. Ik weet echt totaal niet wat ik moet verwachten. Dat verschilt volgens mij echt super erg per kringloop. Want bij de ene kan je echt niks vinden. En bij de andere liggen juist allemaal schatjes. Dus ja, ik ga vooral kijken naar interieur, denk ik. Weet ik wel zeker. En wat ik daarin heel erg leuk vind is kijken naar een beetje vintage dingetjes van rotan. Ik hoop dat ik een rotan ladekastje kan vinden. En verder misschien iets van bloempotjes. Dus we gaan het zien. Ik ben heel excited. Ik mag er een uur rondlopen. Ik denk niet dat ik het een uur echt ga volhouden. Maar ja, ik ben vooral heel benieuwd wat ik kan verwachten en ja, wat ik ga vinden daar. Dus ik ga zo met de trein en ik heb er wel zin in. Het is even lekker een self-care dagje met mezelf. Op stap en dan gaan we zien. En nu drink ik nog even een kopje koffie op. Ik moet mijn haar nog kammen zoals je ziet. Ik heb net mijn make-up gedaan en even lekker koffie. En dan ga ik de trein pakken. Ik moet wel bijna de trein pakken trouwens. Dus dat wordt een beetje haasten. En ja, dan ga je vandaag lekker mee. Kijk maar lekker mee.
1000 stappen verder. Ik ben weer thuis en ik ben helemaal kapot. Want ik was verdwaald. Tenminste, nou, ik kon het gewoon niet vinden. Ik was niet per se verdwaald. Ik had begrepen dat die kringloop op de Zijlweg was. Maar het was de Zijlstraat. En vanaf station ging ik lopend naar de Zijlweg. En was ik gewoon ruim op tijd. Alleen het was dus de verkeerde straat. Dus dat hielp niet heel erg. Ik heb vervolgens die hele Zijlweg uit zitten lopen. Omdat ik ervan overtuigd was dat het daar was. En als ik telkens in de Google Maps het intypte, leek het ook alsof ik die straat uit moest lopen. Maar ik moest precies de verkeerde kant of de andere kant uitlopen. Ja, kaart lezen en richting en route is niet echt mijn ding. Dus uiteindelijk ben ik ongeveer 20 minuutjes denk ik binnen geweest. Maar ik heb niks gevonden. Ik heb wel dingetjes gefilmd zoals je zag. Maar er waren gewoon niet heel veel leuke dingen. Er waren op zich wel leuke servies dingen, maar dat heb ik echt niet nodig. En interieur dingen vond ik niet zo heel leuk. Van wat Rotom betreft waren er wel mandjes, maar zoals je ziet die heb ik al. En er waren wel van die Rotom koffertjes en die vind ik op zich wel leuk. Ook wel leuk om plantjes in te doen ofzo, maar I don't need it. Ik wil gewoon niet per se dingen kopen die ik niet nodig heb. Nu is het met planten natuurlijk weer iets anders. Hallo hele leuke mensen. Ik heb weer even wat leuke nieuwtjes. Namelijk, ik heb eindelijk een schoenenrek. Eindelijk. En ik heb er ook nog eens helemaal niks voor hoeven betalen. Nou, dat is toch helemaal top. Nou, als je mij vanaf verhuisvlog 1 volgt, dan weet je dat ik al best lang op zoek was naar een schoenenrek. Denk echt wel maanden. En overal vond ik het te duur voor een schoenenrek. Want kom op, het is een schoenenrek. Daar ga je toch niet 20, 30 euro aan betalen. En ik probeerde alles zoveel mogelijk tweedehands te krijgen voor mijn room decoration. Dus weet je, ben je gewoon benieuwd naar alles wat ik tot nu toe heb geregeld en hoe ik dat heb gedaan. Kijk dan even nog lekker verhuisvlog 1, 2, 3. Ik weet niet hoeveel er nu inmiddels zijn. Ze staan lekker allemaal in een afspeellijst bij elkaar. Dus kijk die dan even lekker terug. Maar ik ga je het nu laten zien. Het was namelijk via Marktplaats in Leiden. Nou, gewoon perfect. Alsof het voor mij was. En ik reageerde en ik mocht het ook nog ophalen. Want meestal zijn dan alle gratis dingen al lang weg. En hier is ze. Kijk haar nou. Het is eigenlijk precies wat ik wilde. Het enige is dus dat deze nieuw, nou ja, soms wel 30 euro kost. En dat vind ik gewoon onzin. Of dan moest je ze laten verzenden. En dan werden ze weer nog duurder. Nou ja, en deze mevrouw hoefde hem niet meer. En die wilde hem gratis weggeven. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik weet nog niet of dit de plek wordt hoor. Maar en misschien niet tweedehands. Maar ik heb nog echt hele leuke dingen gezien bij de Blokker. Die ik niet heel duur vond. Dus die ga ik even ophalen. Want ik heb ze in de winkel laten bezorgen gisteren. Heel leuk rotan spiegeltje, leuke terracotta dingen, dus stay tuned for that, want ik ga ze nu ophalen. Oh ja, en de klok, die deed het niet. De Flying Tiger klok. Dus die ga ik even omruilen. Dat is wel jammer, maar ja, ik kan hem gewoon omruilen. Dus dat ga ik nu even doen in de stad. En dan ben ik zo terug en dan laat ik je zien wat ik bij de Blokker heb besteld. Ik ben echt zo excited, want het waren echt hele leuke dingen. Yay! Oh, en doe een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Want ik heb echt al best wel veel abonnees waar ik heel dankbaar voor ben. Maar nog steeds is het echt meer dan de helft die kijkt en niet geabonneerd is. Dus doe het lekker wel. Support the girl. En dan zie ik jullie zo. Nou nou, we zijn er weer. En ik heb de klok omgeruild. Ze was super lief en ze had eerst nog een andere klok gepakt, maar die was een beetje beschadigd. Het zit ook niet mee met deze klokken. En toen heeft ze een batterij voor mij er ook in gedaan om te checken of die het ook echt doet. Dus die mocht ik ook houden, dus dat was echt wel heel erg lief. Dus nu doet de klok het eindelijk en ik ben heel blij, want ze gingen heel hard, zei ze. Dus ja, voor hetzelfde geld was de klok er niet meer. En dat zou ik echt super jammer vinden, want ik ben nog steeds heel erg blij met hoe die eruit ziet. En hij staat gewoon heel erg mooi hier in deze kamer. En ik heb mijn Blokkerbestelling gehaald. Heel erg excited. Ik heb al een beetje gespiekt erin. En het ziet er heel goed uit. Dus ik ga nu even laten zien wat ik gehaald heb. En ik zal de prijsjes er wel even bij zeggen. Ik zet het misschien ook wel even bij in de beschrijving. Nou, wel is het zo dat mijn batterij bijna uit gaat vallen. Dus we gaan zien of
ik het nu meteen kan gaan doen. Voor jullie maakt dat niet zoveel uit, want dan zien jullie het gewoon hierna weer. Alright, alright. Ik zet jullie even neer. Zo. Oké. Allereerst deze spiegel. Ik vind hem prachtig. Zoals jullie weten ga ik die hele grote met zwart metalen rand verkopen. Omdat die wat minder bij mijn interieur nu staat, vind ik. En ik was naar de Xenos geweest in deze vlog ook. Maar ik kon gewoon niet echt iets vinden. En ik vond het best wel duur voor hoe klein die spiegeltjes zijn. En deze vond ik gewoon best wel groot. En deze was volgens mij 10 euro. En die bij de Xenos zijn al 12 tot 15 euro. Zo, hallo, daar ben ik weer. Hij was inderdaad uitgevallen, want de batterij was bijna leeg. Maar wat ik aan het zeggen was dus dat... Die van de Xenos zijn een stuk duurder en ook een stuk kleiner. En ik vind dan de omhulsing daarvan nooit zo mooi of zo. Of het is te kinderachtig of ik vind het te heftig of zo. En hier vond ik het gewoon wel wat subtieler. Niet gelijk echt zo'n bloem, maar meer details. Ja, je kan het ook een bloem noemen, maar je weet wat ik bedoel. Gewoon dat het niet zo heftig bam bam, maar gewoon meerdere, zodat het gewoon... goede uitleg, Lau. Echt goede uitleg. Nou ja, ik vond deze in ieder geval heel mooi en een goede prijs. Ja, 10 euro was deze. Dan. Oh, het is echt veel groter dan ik dacht. Ik doe eerst andere dingen. Ook zag ik nog hele leuke geurkaarsen. En ik wilde ze eigenlijk allebei toen ik ze zag. Dat is namelijk deze. Met op de voorkant pampasgras en een mooi kurkdopje. En hij ruikt lekker. Beetje, ja, lavendelachtig of zo. En hij ziet er heel erg leuk uit. Dus die ga ik lekker neerzetten. Deze was volgens mij 5 euro. En dan nog een andere geurkaars. Die volgens mij een stukje kleiner is. Oh ja, die ruikt meer naar vanille. Ik denk dat ik deze lekkerder vind ruiken. Maar allebei ruiken ze heel zomers. En deze was volgens mij niet 5, maar 4 of 3 euro. Staat het er? Of 4, 4. Dus deze is dan 5 en de andere, die kleiner, is 4. Dus ik vond die heel erg leuk. En dan nog een heel iets wat ik dus... heel klein had ingeschat, maar het is echt veel groter dan ik dacht. Wat positief is. Dat is... Wow, she big. Deze vaas. Wow, het is echt zo groot. Wacht, nu kan ik dit even vergelijken. Dit is de kaars. Dit is de vaas. Zo groot is het. Op de webshop leek het gewoon zo'n korte vaas. Maar... ja, dit is echt super. Ik vond het super mooi. Ook gewoon het rotanwerkje eromheen. Dat je hem vast kan pakken. Waarschijnlijk ga ik hier bloemen in doen. Of droogbloemen. Of pampasgras. Aan de onderkant is die helemaal dicht. En deze was ook 10 euro. En ik wilde mezelf gewoon weer eens een keer verwennen. Want ik ben heel streng geweest voor mezelf qua uitgaven. Ik heb echt heel weinig... nieuw gekocht. Eigenlijk echt alleen maar tweedehands. En nu zag ik gewoon deze leuke dingen. En bij elkaar was dit minder dan 30 euro. En ik heb ook wat dingen weer verkocht. Dus ik dacht, weet je wat, Lau? We gunnen het je. Dankjewel. Ben ik toch lief voor mezelf. En hier is dan de spiegel. En hier is die vaas. Dus dat zie je een beetje. Ik ga de klok weer even ophangen. En de spiegel ga ik even een plekje voor uitzoeken. Ga ik ook even lekker laten zien. Een klok die het doet. Hij hangt. Hier hangt altijd een schilderijtje. En die hangt daar eigenlijk gewoon even voor de fun. Die heb ik een keer zelf gemaakt op vakantie.
Omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik daar anders neer kon hangen. Dus ik ga kijken of de spiegel daar leuk staat. Ja, ik weet niet wat we hiervan vinden. Ik ga hem ook nog even daar neerzetten om te kijken wat dat doet. En omdat het twee spijkers zijn, zie je die ander daar zo heel kaal naast hangen. Dus misschien als ik het aan de stukjes riet hang. Oh, dan gaat hij heel raar vooruit hangen. Dus dat is denk ik ook niet heel erg ideaal. Nee. Ik ben nog niet razend enthousiast over deze plek. Misschien moet ik hem gewoon neerzetten, dat kan. Ja, nee, dat is too much. Want hier stond eerst die andere zwarte spiegel. Oh, kan jullie nu alweer even neerzetten? Wat te druk is. Laat ook even weten wat jullie van deze plek vinden. Ik denk dat dit te druk is, omdat ik hier al best veel... Zeg maar, hier gaat al heel veel gebeuren. Dus als dat dan ook nog daar is, dan is dat een beetje... too much. Het is denk ik echt een stuk leuker. Oeh, waar gaan we hun neerzetten? Misschien is deze hier leuk. Zo. Zou kunnen, ja. Ik ga zeker nog een keer naar een andere kringloop. Maar ja, je weet gewoon nooit van tevoren welke kringloop leuke goodies heeft. En deze had het gewoon even niet. En ja, ik ben blij met de dingetjes die ik nu alsnog heb gescoord. En het wordt weer een veel te lange video, dus ik ga hem hier lekker afsluiten. Doe een duimpje omhoog, abonneer je. En stay tuned voor nog veel meer leuke video's over interieur, maar ook over geloof en andere dingen die mij bezighouden. Kijk in de tussentijd lekker verder op dit kanaal. Bye bye!